De ochtend begon op de high-tech campus. Niet voor koningin Mathilde, want die was met Maxima in Utrecht, maar wel voor koning Filip. Hij ontmoette in Eindhoven jonge onderzoekers en start-ups. Zo bekeek hij onder meer de Stella Lux, een gezinsauto die op zonne-energie rijdt. Hij heeft hem goed kunnen zien en hij was er ook al langs gelopen, dus ik denk dat hij wel onder de indruk is. Ja. Een hele vriendelijke man en begon eigenlijk vooral zelf veel vragen te stellen over ons project, over de auto. En hij leek er wel veel van af te weten eigenlijk, over de technologie. Maar hij was nogal verbaasd dat je nu al op zonne-energie kon rijden. Ja, dus dat wist hij nog niet. In de middag kwamen koning Filip en koningin Mathilde bij elkaar om te lunchen op de high-tech campus. Daarna ging de koningin door naar de Sligro in Veghel om een nieuw inspiratielab te openen. Koning Filip ging op pad met minister Schulz. Samen bezochten ze het watersymposium in Eindhoven. De dag werd dus afgesloten bij kasteel Hezen. De koning en koningin begroeten de baron die vorige week 100 is geworden.